Oké, goedenavond. Ik hoop dat ik goed te horen ben en anders neem ik aan dat Bruno me wel een centje zal geven. Ik zie jullie natuurlijk niet. Welkom op deze webinar, ook van mij uit en ook namens KBF. Beste wensen ook voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat we er wel nog een bergsportjaar van kunnen maken. Het zal dan misschien niet starten als een wintersportjaar, maar laat ons hopen dat het wel evolueert naar een jaar dat we alsnog naar de bergen kunnen en daar onze dromen waarmaken. Nu, velen van jullie dromen ook over dat bergbeklimmen. Ik ga even beginnen met, wat is dat nu feitelijk, bergbeklimmen? Want dat is een beetje van alles. Eigenlijk is bergbeklimmen zowel de sport waar dat al onze disciplines in samenkomen. Je kan niet aan bergbeklimmen doen zonder aan bergwandelen te doen. Je kan niet aan bergbeklimmen te doen zonder vroeg of laat ook met rots in aanmerking te komen en met rots klimmen dus. Net zoals tegenwoordig ijsklimmen. Zelfs bij eenvoudige gletsjeroverschrijdingen zit je tegenwoordig heel vaak met gletsjers waar niet meer zo heel veel sneeuw op ligt. Dus dan komen er soms ook al technieken uit het ijsklimmen bij kijken. Dus het is een zeer complete sport. Aanvankelijk sprak men over alpinisme. En dat is een term die ontstaan is omdat het een bergbeklimmen in de Alpen ontstond. Met name in 1492 beklom de Franse kapitein Antoine de Ville de eerste keer een berg, en dat was namelijk de Mont Aiguille in Frankrijk. Velen zullen die misschien wel kennen, die berg, en vanaf toen is er sprake van alpinisme. Nu, waar onderscheidt zich dat dan een beetje erin? Wel, als sport zou je kunnen zeggen, het verschil al van bergbeklimmen met andere sporten, met veel zaalsporten, het is een sport waarbij je niet eventjes aan de kant kan gaan zitten. Je engageert je erin en je moet eigenlijk je onderneming tot een goede eind brengen. En het is altijd een afwegen van wat is veilig, wat is mogelijk enzovoort. We delen dat met nogal wat andere sporten. Ik denk dat dat bij speleo of bij canyoning enzovoort is dat evengoed het geval. Dat je in een outdoor-omgeving onderweg bent en dat je dus met veel meer te maken hebt dan met gewoon je sporttechnische vaardigheden. Ja, bij het beklimmen van een berg komen er meerdere natuurlijke hindernissen die je moet beklimmen. Dat kunnen rotswanden zijn, dat kunnen ijswanden zijn, dat kunnen gletsjers zijn, puinvelden of alpenweides. Dus we hebben heel veel technieken nodig die dat je moet kennen. Niet alleen klimtechnieken, niet alleen beveiligingstechnieken, maar ook technieken die te maken hebben met hoe kan je het weer inschatten? Hoe kan je je oriënteren in de bergen? En bovenal, je hoort dan ook nog eens een goede conditie te hebben. Waar leggen we zowat als KBF het verschil of de overgang van bergwandelen in bergbeklimmen? Dat is eigenlijk vooral vanaf dat je op een terrein komt waar dat je als bergwandelaar niet meer hoort te zijn. En dat gaat dan heel vaak over bijvoorbeeld gletsjeroverschrijdingen, rotsbeklimmingen. Vanaf dat je eigenlijk aan klimmen aan het doen bent in de bergen, dus ook je handen en nodig hebt behalve je voeten. En vanaf dat er daar materialen bij komen kijken, die typische klimmaterialen zijn, zoals een klimtouw, een klimharnas, stijgijzers of een pikkel, dan spreken we over bergbeklimmen. Nu ben ik wel eens benieuwd wie dat jullie zijn. En daarvoor zal er zo dadelijk in de chat een bevraging komen en jullie mogen die dan beantwoorden. En nu wacht ik eventjes op Bruno. Ja, Bart, de vragen die we voorbereid hadden zijn aan het laden. Ja. En dat vraagt hier wat vertraging. Ja, waarschijnlijk omdat we met zoveel op het programma zitten. En omdat er weer een wachtwoord moet ingevoerd worden. Ja.
Ik kan jullie trouwens ook meedelen dat bergbeklimmen, wat ten opzichte van het sportklimmen altijd een wat kleinere discipline leek, vandaag bijzonder populair lijkt. Want jullie zijn met meer dan 345 die zich hebben aangemeld voor deze sessie. Dat wil niet zeggen dat we per se met nu momenteel al met 345 zijn, maar er is alleszins bijzonder veel interesse. Dus ik verwacht ook dat alle stages die onze clubs inrichten, dat die heel goed zullen lopen. En ik weet niet, Bruno, of dat je ondertussen al... Ja, Bart, we kunnen de vragen lanceren nu. Dus, Oké, perfect. Even kijken... Ja, dus de eerste vraag is wat jullie gender is. Dus als je nog wat zoekende bent van waar dat je de vragen kan beantwoorden, ga naar de vergaderchat en daar kan je je resultaat ingeven. Oké, Bruno, ik stel voor dat je die afrondt en dan we de resultaten zien. Even kijken. Normaal gezien krijgen jullie allemaal een pop-up waarin dat je kan beantwoorden. Probeer die zoveel mogelijk te gebruiken, want in de chat zelf is dat... Gaat dat rap een moeilijker overzicht geven. Ja, Bart, en ik vrees dat we een probleem hebben met de andere vragen. Ik krijg die niet geladen op het ogenblik. Dus dat... Dan gaan we dat eventjes... Het is een experimentje dat niet helemaal loopt zoals we het graag zouden willen. Oké, ça va. Ja. Dat kan ik meegeven momenteel. Het laatste dat ik zag was dat we, ik ga eens kijken, dat we eigenlijk met 3/4 zitten die eigenlijk mannen zijn en 1/4 dat vrouwen zijn die aan het deelnemen zijn. Je zou kunnen zeggen dat zijn niet zo heel veel vrouwen. Nu, het zegt op zich wel iets ook over het alpinisme. Ik kan u zeggen dat het vroeger nog heel anders was. Dan denk ik dat je met 90% mannen zat en 10% vrouwen. Dus de vrouwen zijn zeker ook in het alpinisme aan een opmars bezig. En we merken dat ook in onze stages. En een stage zoals de Leading Lady stages, die er vorig jaar voor het eerst is doorgegaan, die helpt er ook bij dat er meer vrouwen zich kunnen... Ja, geïntroduceerd weten in de bergsport. Ja, ik ga over de andere vragen zo eventjes heen gaan. Ja. Goed, bergen die doen dromen. Als mensen aan de bergen denken, dan krijg je heel vaak associaties zoals mooi uitzicht, dat machtig is, dat het daar stil is. Dat ook wel wat risico's oproept, wat gevaren met zich meebrengt. Dat dat een natuurpracht is, een woeste wereld van ijs, sneeuw en rotsen. Dat je je daar gemakkelijk klein en kwetsbaar kan voelen. Of net heel groot door het overwinnen van zo'n berg. Of misschien triomfantelijk. Sommigen gaan misschien gewoon ook selfies nemen van op de top, om dat te kunnen delen, die trots. Anderen denken vooral aan het afzien of het genieten. En wat er ook wel bij komt kijken, is om tot op een top te komen, dat je in een extreme focus zit. Waarschijnlijk zullen er voor jou nog heel wat andere associaties bij komen. Maar waar het vaak mee start, is niet zozeer dat meest heroïsche, maar wel eigenlijk op vrij eenvoudig terrein, zoals je hier ziet, een redelijk platte gletsjer.
Je ziet natuurlijk niet de gevaren die dat er hier misschien onder dat sneeuwdek schuilen. Maar je ziet wel een persoon die ja, eigenlijk op een beginnerstage onderweg is, dingen leert van hoe veilig een gletsjer overschrijden. Maar waar het ook toe kan leiden, dat is ja, het wat extremere alpinisme. Denk aan rotsbeklimmingen in avontuurlijk terrein, waar geen haken zitten, maar waar je bijvoorbeeld alles zelf moet steken. Dat houdt al wat meer het midden tussen rotsklimmen en alpinisme. Je ziet het ook aan de foto van een van onze mountcoachers die daar hangt. Die is niet bepaald gekleed als een alpinist, maar toch, het blijft wel degelijk een tak van het alpinisme, alpine rotsklimmen. Ijsklimmen is nog zoiets dat er heel vaak bij komt kijken als je in geëngageerder terrein onderweg bent. De foto die je hier ziet, vermoed ik al niet meer dat dat van een gewone beklimming is, maar eerder van het spelen op een gletsjer. En daar rechts zie je een foto van een expeditie. Dat is waar het eigenlijk toe kan leiden. Het zijn allemaal foto's van Mount Coach en van Mount Coach in hun expedities. Uiteraard tussen die foto die dat je daarnet zag en wat dat je hier te zien krijgt, daar zit een hele wereld tussen. Er zitten heel veel variaties tussenin. Waar wij als Klim- en Bergsportfederatie aan willen werken, dat is mensen begeleiden naar zelfstandigheid in de sporten dat ze beoefenen. In de bergsportdisciplines die ze doen. Dus eigenlijk willen we u vooral alles meegeven dat je nodig hebt om op zelfstandige basis met gelijken, of misschien met mensen met al wat meer ervaring, dat kan ook, onderweg te zijn en beklimmingen te doen die naar jouw goesting en naar jouw niveau zijn. Weet dat dat om heel wat thema's gaat en dat het om heel wat kennis en vaardigheden zijn die je aan te leren hebt. Maar daar gaat het niet alleen bij. Kennis kan je misschien leren uit boekjes. Vaardigheden kan je misschien leren op stages. Maar daar stopt het niet. Heel veel van wat je in de bergen kan leren berust op ervaring, op doen, op ondervinden dat je misschien veel langer onderweg bent dan de tijd die aangegeven is in een topo. En daaruit leren en kijken wat je de volgende keer beter kan doen. Dat is een lange leercurve. Dat is een serieuze weg om daar dingen in te leren. En ook voor iemand als mij, die al meer dan 20 jaar in de bergen actief is, gebeurt dat evengoed nog dat ik eens veel te laat terug aan de berghut ben. Dus het is een les die je altijd maar blijft te leren hebben. Heb je niet die ambitie om zelfstandig onderweg te zijn, of heb je die kennis nog niet, laat je dan altijd begeleiden of volg die opleiding. Het eerste dat je al belangrijk is voordat je de bergen ingaat, is wees je bewust van je eigen kunnen. Zelfkennis is het begin van de wijsheid. Dus als je in de bergen onderweg bent, is het eigenlijk zelfs een voorwaarde tot overleven. Je bent bezig met een risicosport, dus weet wat dat je kan en waar dat je marge liggen. Probeer altijd wat overschot te houden. En weet dat het genieten toch ook belangrijk is, en niet alleen voor jou, maar evengoed voor je tochtgenoten. Wat ik daar nog bij wil meegeven, dat is al iets dat we vaak in risicomanagement ook aangeven, dat is ja, een ideale opbouw van je ervaring is dat je heel veel tochten van een laag niveau doet. Van echt het makkelijkste niveau dat er is. Dat je veel tochten van een ietsje moeilijker niveau doet. En dat je dus eigenlijk een soort opbouw van ervaring bekomt. Waarbij dat je, als je moeilijkere tochten wil gaan doen, dat je eigenlijk kan steunen op alle ervaring die je voordien al hebt opgebouwd. Belangrijk bij bergsport is iets, dat is niet iets dat je alleen maar mee kan bezig zijn die week of wat, dat je in de zomer in de bergen bent. Zorg ervoor dat je eigenlijk het heel jaar door fysiek fit bent. Je kan bij bergsport niet eventjes op bankje gaan zitten als je moe bent of forfait geven onderweg. Vaak ben je ook heel veel uren onderweg.
het is helemaal niet raar bij bergbeklimmen dat je dagen hebt dat je 8, 10, misschien 12 uur of zelfs soms nog langer onderweg bent. Dat is heel vermoeiend. Dat is niet het soort sporten dat je gewoon bent van thuis te doen. Een lange sportactiviteit in België, die zal waarschijnlijk een aantal uren duren, maar die zal zelden 10 uren duren. Dus zorg ervoor dat je fysiek in opperste paraatheid bent voor datgene dat je van plan bent. Wat betekent dat nu? Daar ga ik eventjes ietsje verder op ingaan, aangezien dat dit eigenlijk informatie is die je nu al nodig hebt als je in de zomer wilt beklimmingen doen. Veel van de andere thema's ga ik maar eventjes aanhalen, want die heb je te leren in lessen, in stages, van stageleiders. Nu, je fitheid om de bergen in te gaan, dat betekent eigenlijk dat je dagelijks hoort bezig te zijn met bewegen en frequent sporten. Dagelijks, denk aan de 10.000 stappen per dag die worden aangeraden. Dat is al goed om voor je eigen fitheid bezig te zijn, maar sporten is meer dan dat. Eigenlijk wordt aangewezen van probeer toch zeker een drietal keer per week aan sport te doen. Waarbij dat je toch minstens een gemiddelde of een zware inspanning levert. Zodat je eigenlijk te goed kan trainen. Er zijn heel wat trainingsschema's voor beschikbaar van hoe dat je aan dat uithoudingsvermogen kan werken. Daarnaast is het interessant om aan krachttraining te doen. Dus ja, vergroot algemeen je kracht, je core stability, de kracht van je benen, de kracht van je rug. Dat is allemaal heel nuttig om aan bergbeklimmen te doen. Ook gezonde voeding helpt ook. De nieuwe voedingsdriehoek kan daar misschien een leidraad in zijn van wat is de voeding die je goed kan voorthelpen. Op het moment dat je aan bergbeklimmen zelf bezig bent, kan het zijn dat dat een ietsje andere samenstelling krijgt, omdat je dan misschien weer net wel wat meer koolhydraten of zo nodig hebt. Maar dit, doorheen het jaar, helpt het u zeker vooruit. Ik wil zeker ook nog aangeven, idealiter ben je doorheen het jaar met sport bezig. Komt dat er iets minder van, ga er dan zeker vanuit dat je 2-3 maanden vooraf wel intensief aan het trainen hoort te zijn. Ja, dan iets waar velen al over gehoord hebben. Bergbeklimmen is iets dat zich op grote hoogten afspeelt. Wees u ervan bewust dat hoogte ook wel voor veel mensen problemen geeft. Het heel snel naar de top van de Mont Blanc willen, in Chamonix toekomen, daar een gids huren en hopen 2 dagen later op die top te staan, is geen goed idee. Dan heb je bijzonder veel kans. Volgens dat schema hier wordt er zelfs gezegd meer dan 50% kans om hoogteziekte te krijgen. Hoogteziekte kan dodelijk zijn. Dat is niet alleen maar wat koppijn. Koppijn, dat is zoiets dat optreedt vaak ergens tussen de 1500 en de 2500, misschien 2800 meter. Maar daarboven bestaat echt wel de kans dat je veel ernstiger dingen gaat meemaken. Denk aan longoedeem of hersenoedeem. Je wil dat absoluut niet voor hebben. Dus dat is echt wel iets om mee rekening te houden. Acclimatiseren is nodig. Nu, stageleiding en berggidsen gaan normaal gezien u er ook altijd in begeleiden, maar houd er mee rekening in de plannen die je maakt. De meeste stages zullen ook niet doorgaan op bergen die naar de 4000 meter gaan. Meestal zitten stages aanzienlijk lager. Daar waar het, de gletsjers en de bergen ja, op een gematigdere hoogte zijn, dat schept meestal ook meer leerkansen. Als bergbeklimmer willen we altijd goed voorbereid op pad gaan. Wat betekent dat nu, goed voorbereid? Ja, dat is niet alleen een mooie beschrijving hebben en die volgen, maar dat is eigenlijk op alle mogelijke manieren uw tocht voorbereiden. Dat gaat dan zowel over de tocht, de beschrijving zelf hebben, met de moeilijkheidskwarteringen, de timing daar rond, de route op de kaart,
Eventueel foto's, topo-foto's zoals wij dat noemen, waar dat eigenlijk de route is uitgetekend op de berg. Maar net zo goed komt bij tochtvoorbereiding ook de condities kijken. Welke omstandigheden heb je nodig om een bepaalde beklimming te begaan? Omstandigheden, dat kan, wordt meestal bepaald door het weer. Dus de weersvoorspelling van de dag dat je de beklimming gaat doen, is absoluut bepalend of dat iets kan doorgaan of niet kan doorgaan. Maar het weer laat ook zijn sporen na. Hè. Denk aan helemaal begin van de zomer kan dat bijvoorbeeld goed zijn dat bepaalde beklimmingen nog niet veilig zijn omdat er te veel sneeuw in zit. Of dat je zo sneeuwluifels krijgt die door de wind gevormd zijn en waar dat je op bepaalde bergkammen zou door de sneeuw kunnen zakken en aan de andere kant naar beneden stuiken. Dus de weersomstandigheden en het weer de voorbije weken en maanden zijn zeer bepalend bij het bergbeklimmen. Ja, ook bij tochtvoorbereiding is relevant dat je je route dus op kaart goed voorbereidt. Je zou die dan eventueel ook in een GPS kunnen steken of in bepaalde oriëntatie-apps. Een marsplan, degene die al met hiken of misschien al met alpinisme te maken hebben gehad, die kennen allicht die term wel. Dat is eigenlijk een schematische voorstelling van de beklimming of de tocht die je wil maken, waarbij dat je eigenlijk allerlei oriëntatie, referentiepunten en timings er gaat insteken. Eigenlijk is dat het stapsgewijs nadenken over de tocht die je wilt maken en dat je ook op voorhand heel goed kan inschatten waar zitten de eventuele problemen of de plaats waar je een afweging te maken hebt van zou we hier niet beter omkeren of een alternatief nemen. Ook zeer bepalend is de groep waarmee je onderweg bent. Het gaat niet alleen over je eigen kunnen, maar ook het kunnen van het gezelschap waar je mee samen onderweg bent. Een groep bij het alpinisme, want ik heb gezien dat dat ook een van de vragen is die gesteld is. Als beginners wordt meestal aangeraden dat je met 3 tot 5 personen onderweg gaat. Dat kan bijvoorbeeld voor een gletsjeroverschrijding, kan je dan aan 1 touw, en dat is veel veiliger dan bijvoorbeeld maar met 2 aan een touw zitten voor een gletsjeroverschrijding. Zit je in iets moeilijker terrein al, bij rotsterrein bijvoorbeeld, of iets steilere sneeuw- en ijshellingen, dan is het wel courant van in duo's eerder te klimmen. Maar idealiter, op beginnersniveau, redeneren we dat we met 3 of iets meer personen zijn. Materiaal hebben we het zo dadelijk over. Wat betreft de moeilijkheidsquotering, is er de meest gekende quotering is die UIA-schaal, waarbij dat er eigenlijk van facil, van gemakkelijk, tot extreem moeilijk het gaat. Er zijn daarna nog quotaties bijgekomen, zoals abominablement difficile. Maar eigenlijk, waar zitten we bij beginners in? Dat is voornamelijk in facile en peu difficile. Dus in Oostenrijk moet je dan gaan zoeken naar leicht en weinig schwierig. Ook zie je daar nog een afbeelding van de wandelquotering. Dat verschilt ook nogal eens. Nu, als je daar zo ziet, die zwarte bergwandelwegen en die wit-blauwe markering in Vorarlberg en in Schweiz. Dan zit je al heel vaak met het bergwandelen dat neigt naar het alpinisme. Je hebt gewoonlijk nog niet verplicht touwen enzovoort nodig, maar je zit al wel in een schemerzone. Vanaf dat je voorjaarscondities hebt bijvoorbeeld, kan dat al zijn dat je eigenlijk alpine technieken nodig hebt om die routes veilig te begaan. Het materiaal, ja. Ik ga hier geen workshop geven over het materiaal. Dat is een avond op zichzelf dat we daar kunnen mee bezig zijn. Je ziet daar heel veel dingen liggen op deze foto. Het is nu wel wat meer expeditiegericht, want je ziet daar ook veel voeding liggen. Maar alpinisme heeft wel een aantal heel kenmerkende materialen die we als beginner ook al direct nodig hebben. Denk aan het klimtouw. Bij alpinisme gaan we
in de eerste plaats kiezen voor een enkel touw. Niet voor een dubbel touw. Die zijn tegenwoordig ook anders samengesteld dan de touwen die we bijvoorbeeld in de klimzalen gebruiken. Nog iets heel herkenbaar aan een alpinist is zijn piekel, de piolet in het Frans. Dat is een klassieke piekel. Dat zijn niet meer die hele lange piekels zoals we ze vroeger kenden en van op de foto's van de eerstbeklimmingen. Dat zijn tegenwoordig veel lichtere dingen. Die dienen niet meer als wandelstok. Hoogstens nog om een beetje steun in steilere hellingen te zoeken. Dan zie je daar bovenaan ook nog een aantal ijsvijzen. Daar gebruiken we eigenlijk voor beveiliging op steilere ijshellingen of bij reddingen uit gletsjerspleten kan dat iets zijn dat we ook nodig hebben dan. Dan zie je daar ook de stijgijzers, typisch voor het overschrijden van gletsjers en ijshellingen. En in veel situaties gaan we die ook bij beklimmingen, waar dat rots en sneeuw zich afwisselt, gaan we die ook aanhouden op de rotsen. Betekent dus, moest je al stijgijzers gaan kopen voordat je het advies hebt ingewonnen van een stageleider of een berggids, let er zeker op dat je voor een hardmetalen stijgijzer gaat. Er zijn tegenwoordig ook stijgijzers voor tourskiers, die zo heel licht gewicht zijn. Vanaf dat je daar een rots mee raakt, gaan die zich ook ombuigen en heel snel bot worden. Dus let erop, moest je al zo'n dingen kopen, dat je goed weet wat je gaat kopen. Klimhelm, een gletsjerbril, dat is eigenlijk een straffere bescherming dat die geeft. Dat petzellampje dat je daar ziet, dat is omdat we als bergbeklimmer vaak heel vroeg opstaan, nogal donker is om ons op tocht te begeven. En we mikken er meestal ook op om al tegen de middag terug in de hut te zijn, om dan waarschijnlijk in de namiddag de rest van onze nachtrust te gaan genieten. De bergschoenen gaan we als bergbeklimmer meestal C-schoenen of vaker nog D-schoenen gebruiken. Dus het zijn heel stijve, robuuste schoenen waar dat die stijgijzers goed onder blijven zitten en die ook handig zijn om te gebruiken voor het beklimmen van rotsen. Ik merk er ook nog het kompas staan. Dat heb ik er eigenlijk vooral op gezet, een beetje als symbool van je bent heel veel bezig ook met oriëntatie. Je volgt geen paden bij bergbeklimmen. Misschien in het beste geval loopt er wel een spoor van de bergbeklimmers die u voorgingen over de gletsjer. Maar er zijn geen markeringen, dus het is altijd zelf uw weg vinden. Dan, bergbeklimmen draait heel hard om tredzekerheid en technieken van voortbeweging. Denk daarbij aan die stijgijzer die je onder je voeten hangt. Dat is niet zoals een sneeuwschoen in de winter bijvoorbeeld, dat je dat even onder doet, een beetje probeert ermee te stappen en je bent veilig onderweg. Of ook niet zoals misschien skis aandoen. Skis zijn meestal vrij vergevingsgezind. Als je valt, val je meestal op veilig terrein en misschien zal die ski nog uitspringen ook en zal dat hopelijk geen letsel geven. Bij stijgijzers ligt dat anders. Je hoort daar zodanig vertrouwd met die stijgijzers te zijn, dat je er eigenlijk het risico om te vallen nihil is. Met stijgijzers hoor je geen fouten te maken. Je mag er dus niet mee in je broek gaan zitten enzovoort. Hetzelfde met die piekel. Dat is iets dat je steun geeft, maar het zijn voorwerpen met heel scherpe kantjes aan. Je kan ermee in je been prikken. Maar het kan ook zijn dat je struikelt door fout gebruik. En dan kan het bij bergbeklimmen heel snel tot heel gevaarlijke situaties leiden. Daarnaast hebben we ook klim- en klautertechnieken. Het op rotsen klimmen vergt ook een bepaalde vaardigheid. Daarin zou je kunnen zeggen dat het zalklimmen en nog meer het rotsklimmen u wel al een goede voorbereiding geeft. Je bent al meer die handelingen gewoon van het klimmen, die techniek van met drie punten vast en telkens één punt te bewegen of misschien het vastnemen van bepaalde grepen om te zien hoe stevig dat die zijn.
Dan denken we ook nog aan het wandelen op geaccidenteerd terrein. Denk aan bijvoorbeeld op puinhellingen, dus van die hellingen waar heel veel losse stenen op liggen of grote rotsblokken. Hoe dat je daar veilig over gaat, hoe dat je daarover balanceert. Nog iets heel specifiek aan technieken van voortbeweging is wat als je komt te vallen op een sneeuwhelling. Een heel belangrijke techniek, ook voor bergwandelaars die in voorjaarscondities onderweg zouden gaan, dat je leert vallen op een sneeuwhelling. Als je geen stijgijzers aan hebt, is dat op zich een veiligere situatie vaak. Om tot stilstand te komen tenminste. Heb je er wel aan, dan is dat weer een andere techniek die je daarvoor aangeleerd krijgt. Dat kan je niet uit een boekje leren. Dat kan je enkel op een stage of van een berg iets leren. Touwtechnieken zijn er ook heel wat die dat je te verwerken krijgt op zo'n stage. Dat gaat daarbij zowel over technieken van beveiliging. Denk aan technieken zoals bij het rotsklimmen. Dat je elkaar beveiligt, dat er een voorklimmer is en een naklimmer. Of dat je samen gaat vorderen, simultaan vorderen zoals we dat noemen. Bij ijsklimmen of bij het overwinnen van sneeuwhellingen zijn er daar weer specifieke technieken. Die soms een beetje lijken uit die uit het rotsklimmen, maar evengoed heel andere technieken zijn. Het maken van ankerpunten. Je ziet daar linksonder een touw dat een paar keer rond een rotsblok gedraaid is. Ja, bij het bergbeklimmen is dat al een manier om je eventjes vast te hangen. Iets dat in rotsklimmen niet zo gebruikelijk is, van een paar keer een luske ergens rond te draaien. Je hebt evengoed methoden die dienen om iemand uit een gletsjerspleet te halen, zoals die twee mensen daar rechtsboven aan het doen zijn op een oefenmoment voor een stage. Iemand uit een gletsjerspleet halen vergt bepaalde touwtechnieken om die eruit te krijgen. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld inbindmethoden. Hoe ga je jezelf aan het touw hangen? Ook dat is weer verschillend van verschillende situaties. Voor rotsklimmen of voor op de gletsjer zit je met heel andere situaties en dat leer je allemaal op stage. Ik had het eerder al gezegd. Bergbeklimmen is een risicosport. Zal dat altijd blijven. Nu denk ik ook, die risico's maken ook mee de beleving van de sport. Het maakt ook mee het avontuur van die sport. Maar wil dat daarom zeggen dat we altijd de risico's om de risico's gaan opzoeken? Nee, dat is niet het geval. Het gaat erom die risico's op een veilige manier te managen. Het gaat erom die risico's te kennen, ze op voorhand te kunnen inschatten. Te weten welk dat er allemaal mogelijk is, welk valgevaar er is, welk lawinerisico er is, wat dat de invloed is van het weer, wat dat er mogelijk is als er een onweer gebeurd is, wat dat een invloed is van de hoogte op je plannen. Het zijn allemaal risico's die dat we gaan proberen te managen. En wat is dat nu, dat risicomanagement? Dat is ruwweg gezegd een balans zoeken tussen drie zaken. Dat is veiligheid, comfort en uitdaging. Volledig veilig bergbeklimmen, dat wil eigenlijk zeggen gewoon in uw zetel blijven zitten en lezen over de bergen of een filmpje zien. Denk dat je wel net iets meer uitdaging nodig hebt. Maar veiligheid en uitdaging, daar ga ik het niet alleen om. Comfort speelt ook nog mee. U comfortabel genoeg voelen, weten dat je 's middags terug in een hut kunt zijn en daar een maaltijd genieten. Uw staptempo aanpassen aan de groep, dat heeft allemaal met dat comfort te maken. Dus het is eigenlijk constant een balans zoeken tussen die drie zaken. In risicomanagement baseren we ons tegenwoordig vooral op de 3x3 methode. Daar wordt veel uitgebreider op ingegaan op een workshop risicomanagement. Maar ruwweg gaat dat om het inschatten van terrein, condities en jezelf als bergsporter. En dat zowel vooraf, bij vertrek, als onderweg. En eigenlijk kan je er altijd redeneren, vanaf dat er daar ene factor ongunstig is, kan je nog een afweging maken. Van, zou ik gaan, zou ik niet gaan? Maar vanaf dat je zegt van, ja, het weer zit hier niet goed.
En een tocht die we willen doen is eigenlijk ook wel best ambitieus. Ja, dan weet je dat je altijd met een situatie zit van stop, we kunnen dit nu niet doen. Als die methode te goed wordt toegepast, dan zouden er heel veel minder ongevallen gebeuren in de bergen. Iets wat ik nog wil meegeven is, doe vooral maar rustig aan in de bergen. Die lopen niet weg. Je hebt nog tijd om bergen te beklimmen en lukt het het één jaar niet, dan kan je misschien het jaar nadien die gedroomde berg wel waarmaken. Een gematigd staptempo is heel belangrijk. Beter traag en gestaag dan heel snel en u snel opbranden. Of misschien de persoon die net iets minder fit is en u probeert bij te houden, helemaal kapot te lopen. Acclimatiseren is een must. Regelmatig kort pauzeren is ook echt zinnig. Lange pauzes bij bergbeklimmen zijn dan weer iets minder gebruikelijk. In heel goede weersomstandigheden en zo kan je daar misschien iets van afwijken, maar het is vaak veel interessanter van elk half uur tot uur een korte pauze van een paar minuutjes te nemen, te zorgen elke keer dat je iets eet en blijven drinken. Heel veel water drinken, dat is voor elke persoon verschillend, maar je bespaart niet op het gewicht aan water. Blijven rekening houden met elkaar en goed communiceren. Heel belangrijk. Zeker mensen die elkaar al een beetje kennen of elkaar als vrienden kennen, gebeurt dat nogal eens dat men niet wil onderdoen voor de rest van de groep. In de bergen kan dat voor veel gevaar leiden. Dus blijven communiceren en aftoetsen. Heel vroeg starten en tijdig terug in de hut hoort het uitgangspunt te zijn. Dan, ja, respecteer de natuur en andere bergsporters. Een aantal zaken die denk ik voor bergwandelaars al courant zijn. Hè. Het afval meenemen, denk bij materiaal aankopen ook aan duurzaamheid. Er zijn alsmaar meer van de bekende bergsportmerken die daar werk van maken om een duurzaamheidsbeleid te hebben, zowel naar grondstoffen als naar de arbeidsomstandigheden waarin de materialen gemaakt zijn. Probeer daar rekening mee te houden. Je kan daar gemakkelijk info over vinden en tegenwoordig heeft elke speciaalzaak er ook wel iets over te zeggen van wat dat beter is of wat minder goed is. Beperk je klimaatimpact. Denk aan het transport dat je bijvoorbeeld gebruikt om tot daar te geraken of terug te geraken. Ken ook de regels in berghutten, wat dat daar gebruikelijk is, en leef ze ook na. In coronatijd komen er nog heel wat extra regels bij en die zijn daar ook wel geafficheerd. En wees ook hoffelijk tegenover andere bergsporters. Het gaat erom, zorg dat je daar ook goed communiceert, zeker bij het passeren van gevaarlijke passages. Weet ook wat te doen bij een ongeval. Dat is iets dat ook nog uitgebreider in een andere workshop aan bod komt, die dat je in mei kan volgen, denk ik. En dat zeker ook op stages aan bod komt, dat je goed weet, wat hoor ik te doen? En weet ook dat je als lid van de Bergsportfederatie, van KBF, dat je goed verzekerd op pad bent. Ben je zelf nog geen lid, zorg er dan voor dat je je zeker verzekert. Doe je dat niet bij KBF, dat kan, maar bekijk dan of dat je je reisverzekering ook bergredding dekt, bijvoorbeeld. Ga je voor met een commerciële organisatie op pad, doe daar serieus navraag naar over wat dat er verzekerd is. Ik kan u meegeven dat een helikopterredding in Zwitserland heel snel tot ver boven de €10.000 kan oplopen. Dus als je daar niet goed voor verzekerd bent, dan is dat misschien niet meer zo'n gedroomde beklimming niet meer en gaat dat je ook nog een enorme financiële kater geven als het misloopt. Ja, hier zie je nog eens 10 tips staan, maar ik heb ze grotendeels daarnet al overlopen. Eventjes inzoomen nog op het opleidingsaanbod van KBF. Heel wat van onze clubs, even situeren, KBF is de Klimfederatie.
Als federatie ondersteunen wij de clubs met hun aanbod bekend te maken en staan wij in de eerste plaats in voor het aanbieden van kaderopleidingen. Dus zorgen dat er lesgevers zijn die voor de clubs stages en opleidingen kunnen begeleiden. Dat doen wij in samenwerking met de Bergsportschool, dat is een VZW die mee met KBF samenhangt, en met de Vlaamse Trainerschool. Dat is van de Vlaamse overheid. En ik ga nu even kijken of dat we een filmpje kunnen laten zien. En daardoor moet ik eventjes van scherm wisselen. Momentje hoor. Ja, die doet het niet. Ik ga het filmpje, de link misschien nog in de chat plaatsen straks. Dus ik ga eventjes duidelijk geven van de leerlijn bergbeklimmen. Dat gaat om... daar hebben we vier niveaus in. Dat zijn het kennismakingsniveau, het beginnersniveau, het gevorderde niveau en het verfijningsniveau. Dat zijn eigenlijk vier niveaus van kennis en van voorwaarden vooraf. Op basis van een kennismakingsstage heb je geen ervaring om zelfstandig op pad te gaan. Kennismaking is echt bedoeld om gewoon eens te proeven van wat is dat nu, dat bergbeklimmen. Een kennismakingsstage richt zich soms ook op een bepaald aspect maar van het bergbeklimmen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een kennismakingsstage gericht is op gletsjeroverschrijdingen. Of een combinatie met Via Ferrata bijvoorbeeld is ook heel vaak een kennismakingsstage. Dus heel laagdrempelig om te ondervinden, is dat iets voor mij en op wat wil ik misschien een stapje verder gaan? Een beginnerstage, daar ga ik even wat meer uitleggingen over geven, want dat is uiteindelijk de essentie waar het deze presentatie over draait. Dat is de kennis die je allemaal nodig hebt, die ik er net overlopen heb, die komt daarin aan bod. Een ervaringsstage, staat daar tussen haakjes. We hebben best wel wat ervaringsstages. Die zijn eigenlijk vooral bedoeld om op het niveau van een beginnerstage meer eigen ervaring op te doen. Bij een beginnerstage is het de stageleiding die het initiatief neemt en die lesgeeft. Die alle aspecten van het bergbeklimmen probeert aan bod te brengen. In een ervaringsstage zijn het deelnemers die het stageprogramma eigenlijk grotendeels mee samenstellen. En die dat bij de beklimmingen zelf ook op kop lopen vaak. En de stageleiding die grijpt in daar waar het de risico's zijn of dingen moeten bijgeschaafd worden. Er wordt eigenlijk bij een ervaringsstage vooral ingespeeld op de noden die er nog zijn. Of de dingen die herhaald moeten worden. En dan zitten we... Een volgende niveau is een gevorderde niveau. Daar worden verdere technieken aangeleerd om eigenlijk van een hoger niveau beklimmingen uit te voeren. Dan spreken we al over beklimmingen van assez difficile of difficile. Die komen aan bod in een gevorderde stage. Bij een verfijningsstage, die richten we enkel op aanvraag in momenteel, omdat er iets te weinig publiek voor lijkt te zijn. Dat is meestal ook begeleid door een berggids, omdat we daar de hoogste kwalificatie willen van begeleiding. Dat zijn stages die eigenlijk nog verder ingaan op bijvoorbeeld heel lange, moeilijker beklimmingen doen. Niveau
AD plus tot misschien TD of TD min. Langere beklimmingen met bivak in, misschien neigend naar expeditiestijl, dat zit in dat verfijningsniveau in. Los van deze niveaus zijn er nog een aantal andere stages en opleidingen die er wat tegenaan hangen. Via Ferrata is zo'n voorbeeld. Dat is iets dat eigenlijk ja, zowel bergwandelaars als rotsklimmers als alpinisten aanspreekt. Er bestaan aparte stages voor, maar het komt ook wel een beetje aan bod in bergbeklimmen. Dan hebben we bijvoorbeeld ook het alpine rotsklimmen. Dat is ja, iets dat eigenlijk het midden houdt tussen het rotsklimmen, dat in onze klimvaardigheidsbewijzen zit, maar dan klimvaardigheidsbewijs 4, en het alpinisme. Aangezien dat je vaak in een alpine omgeving gaat rotsklimmen, langere lengtes, langere wanden, langere rotsgraten, maar bij het alpine rotsklimmen gaat het normaal minder over sneeuw en ijs. Dan hebben we ook nog expedities. Dat zou een volgende stap kunnen zijn nadat je een aantal van deze niveaus doorlopen hebt. De basis momenteel die is beschreven in het handboek van het KBF, dus het handboek Bergbeklimmen voor beginners. Dat is nog beschikbaar, dus dat kan je gemakkelijk bij het KBF bij de webshop bestellen. Iets over de stagebegeleiding. Daar kan ik je meegeven dat alle onze stages begeleid worden door erkende sportkaders. In principe kunnen stages die gepubliceerd zijn op de website van de Bergsportfederatie niet door anderen begeleid zijn dan de mensen, de niveaus die hier staan. Zijn de mensen die een instructor Alpine Climbing diploma hebben of daarmee gelijkgeschakeld? Sommigen, zoals ik zelf, die hebben nog een initiator bergbeklimmen opleiding gedaan. Dat was van de Vlaamse trainerschool dan. En dan zijn er ook nog wel een aantal die internationale diploma's hebben, zoals bijvoorbeeld het Oostenrijkse instructor hoogtouren of de vroegere Leerwaard diploma's. Dat wat betreft de vrijwilligers, dat zijn degenen die vooral de clubstages begeleiden, maar er zijn ook wel een aantal stages die begeleid worden door berggidsen. Een berggids die is altijd herkenbaar ook aan dat symbool dat daaronder staat. Dus die hoort in principe altijd zo'n badge te hebben. Meestal staat dat ook op hun website. Een mountain leader bijvoorbeeld is wel een professionele gids, maar is geen gids voor het bergbeklimmen. Dat is een gids voor bergwandelen. Ook nog sneeuwschoenstappen enzovoort. Maar voor het bergbeklimmen heb je een berggids, een ski- en berggids nodig. De persoon die daar rechtsbovenaan staat, dat is Bart Overlaat. Dat is onze celvoorzitter van Bergbeklimmen. Dat is ook de schrijver van het boek dat ik zo net liet zien. En degene die heel nauw betrokken is bij de creatie van de leerlijn en de inhoud die dat we aanleren bij KBF. Een beginnerstage. Wat is het doel daar? Dat is het kunnen vorderen in alpine terrein van moeilijkheidsgraad facile en peu difficile. We leren daarbij alle mogelijke technieken die daarvoor nodig zijn. Ook wat theorie komt erbij kijken. En heel veel ook rond tochtvoorbereiding en het nemen van beslissingen onderweg. Alpinisme wil eigenlijk zeggen non-stop een afweging maken tussen van gaan we hier voort, gaan we hier niet voort. Hoe pakken we dat aan? Welke keuzes maken we hier? De deelnamevoorwaarden, want daar heb ik heel wat vragen over gezien vooraf. Je hoort een goede fysieke conditie te hebben. Dat kun je niet zomaar op 1, 2, 3 behalen. Het vrij zijn van hoogtevrees is belangrijk. Wilt dat zeggen dat je geen angst mocht hebben? Dat heb ik niet gezegd. Ik denk dat angst iets is dat heel gezond is. Eigenlijk klim ik het liefst met alpinisten die soms ook schrik hebben. Volgens mij leef je dan langer. Maar hoogtevrees is wel van belang dat je daarmee kan omgaan, als je dat zelf een beetje bij jezelf opmerkt. Het hebben van een degelijke staptechniek is absoluut aan te raden. Dus
hopelijk, voordat je aan alpinisme begint, is het wel zinnig dat je toch wel enige bergwandelervaring hebt, zodat je vertrouwd bent met hoe dat je je voeten zet. Sociaal ingesteld zijn, we zijn altijd als groep onderweg, dus het is altijd fijn dat je je dan ook instelt als op de dynamiek binnen de groep en rekening houdt met elkaar. Dan zie je daar nog een code staan, namelijk KVB3 aanbevolen. KVB3, dat staat voor klimvaardigheidsbewijs. Voor de meeste stages van de clubs is dat niet verplicht, voor sommigen wel. Dat is omdat zij dan specifiek andere keuzes maken of dat een programma dat vereist. Het geeft wel een groot voordeel dat je dat al doorlopen hebt, omdat er gewoon heel veel van de touwhandelingen en van de klimvaardigheden zijn waar dat je gewoon al in opgestart bent of dat misschien al heel goed beheerst. Dat maakt eigenlijk heel uw leercurve een stuk korter voor te gaan zelfstandig bergbeklimmen. Er is bijna altijd ook een verplicht voorbereidingsweekend of voorbereidingsdagen. Wat dat je daar leert, ja, grotendeels is datgene dat ik net al heb aangehaald, hè. Alles van tochtvoorbereiding tot het veilig begaan van eenvoudige beklimmingen. Ja, dat zijn eigenlijk alle puntjes die ik zo net ook al besproken heb. Je ziet daar ook zekeren en vorderen op rots tot 3A. Iets waar heel vaak een vraag naar komt, is welk klimniveau heb ik al nodig om een stage te gaan doen? Ja, hier zie je het, als beginnende alpinist is het niet nodig of niet per se nodig dat je klimniveau hoog is. Het al wat vertrouwd zijn met klimbewegingen helpt je wel. Ja. En dan komen we terug bij... ik weet niet of het ondertussen zal lukken, Bruno, om een vraag te lanceren. Er zijn verschillende vragen, of er is een vraag binnen de chat die volop beantwoord wordt, trouwens. Wacht, ik heb het over de poly. Ah, sorry. Nee, de poly, dat gaat niet lukken, deze... Dan gaan we het zo laten. Oké. Okay. Ja. Dan... stel ik voor dat we, ofwel gaan we eerst die andere twee dia's nog even doorlopen. Hè. Dat was mijn verhaal dat ik te brengen had. Ik ga zo dadelijk, na de laatste twee slides die hier nog zijn, een aantal vragen beantwoorden of er eventjes op ingaan. Er waren heel veel vragen, dus ik ga op een aantal vragen ingaan die Bruno mij zal stellen. Andere vragen, als je daar nog verder een antwoord op zoekt, gaat het altijd mogelijk zijn om mij te e-mailen. Maar misschien eerst al eventjes de volgende webinars aankondigen. Je ziet ze daar staan. Eigenlijk is de bedoeling om rond de meeste van onze disciplines een soort hoe begin ik eraan te presenteren. Maar er komen ook nog wat andere webinars aan, zoals Mount Coach, voor onze jongere kandidaat bergbeklimmers, die zeer ambitieus zijn, is Mount Coach zeker een interessant traject. Zeer ambitieus en heel veel tijd in de komende jaren hebben. En dan kan je Mount Coach overwegen. Dan wat betreft... de infosessies om zelf lesgever te worden. Mountainwalking en trekking, dat gaat dan over hiking, meerdaagse tochten in de bergen begeleiden. En de instructor alpine climbing, dat gaat over dit soort stages begeleiden. Daar zijn binnenkort infosessies van en daar start binnenkort ook de selectie van. Ja, en dan stel ik voor dat we overgaan naar de vragen. Oké, Bart, in de chat werd een vraag gesteld naar waar mensen KVB3 kunnen behalen. Maar ik denk dat die ook in de chat door een aantal deelnemers beantwoord is die verwezen hebben naar onze website, waar je een overzicht vindt van de clubs die KVB3 opleidingen aanbieden. Aanvullend zeggen daarbij dat de stagebrochure, dus de opleidingsbrochure, die komt zeer binnenkort, zou die in jullie brievenbus moeten belanden. In die opleidingsbrochure staan alle stages die daar voor bergbeklimmen, maar eigenlijk voor alle disciplines van KBF ingericht worden, staan die mooi allemaal opgelijst. En de
clubs die een KVB3-opleiding inrichten. Daar kan je dat in een tabelvorm ook zien welke clubs dat, dat allemaal zijn. Oké, bedankt. Dan is er iemand die vraagt naar het budget. Als je wil starten met berg beklimmen, welk budget heb je nodig om materiaal aan te schaffen? En koop je dan best je materiaal of kan je dat huren? Wat zijn daar de opties? Ja, in principe eigenlijk alle specifieke en vaak duurdere materialen kan je allemaal huren. Elk van de bergsportzaken, ik vernoem dan eigenlijk graag even de drie partnerzaken van KBF. Dat is Mount Tech Shop en K2 in Antwerpen. En dan hebben we nog de Berghut in Hamme. Die alle drie verhuren die materialen die dat je nodig hebt, de specifieke materialen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal materialen, maar die zijn vaak net iets goedkoper, die dat je aan te schaffen hebt. Ben je vast ervan overtuigd van met bergbeklimmen te starten, dan zou ik zeggen van ja, begin met kledij en schoenen. En een aantal basismaterialen zoals een klimgordel enzovoort, met dat aan te schaffen. Maar dingen als stijgijzers, een pikkel, zelfs ijsschroeven en zo van die zaken, dat zijn zaken die dat je op zich ook kan huren of kan ontlenen. Oké, dan vraagt er iemand waar men goede trainingsschema's kan vinden om aan bergbeklimmen of alpinisme te doen. Ja, ik weet zelf dat er op hikingadvisor.be goede trainingsschema's te vinden zijn. Maar ik neem aan dat er wel meer clubs zijn die dat er goede informatie rond hebben. Nu, ik zal eventjes kijken of wij ook zoiets kunnen delen op de website van KBF. En dan vraagt iemand of het zo is dat je na één stage, één beginnerstage, meteen een hogere stage kan volgen. Of dat het de bedoeling is dat je meerdere beginnerstages volgt voordat je verder stijgt in niveau. Wel, het is sowieso interessant. Op een stage bergbeklimmen, beginners, komt heel veel informatie op één week tijd. Misschien te veel om in één week te goed te verwerken. Je kan daar natuurlijk een beetje op anticiperen door bijvoorbeeld bij enkele van onze clubs kan je workshops volgen of een hele lessenreeks volgen. Van ja, een hooggebergtecursus met bijna 20 lesavonden tot enkele losse lesmomenten. Als je dat er gaat combineren met bijvoorbeeld een KVB3 te volgen, ja, dan ga je al een heel stuk opgeschoven zijn in wat je maar te verwerven nog hebt in die ene week opleiding van beginners. Kan je daarna direct door naar een volgend opleidingsniveau? Ja, maar dan zou ik eigenlijk adviseren van probeer eerst ervaring op te doen. Dus een ervaringsstage te volgen of op hetzelfde niveau als dat je reeds les gehad hebt met gelijkwaardigen een eigen ervaring op te doen, zelf beklimmingen te doen. Oké, dat waren voorlopig de vragen die via de chat zijn binnengekomen. We hebben ook vooraf nog een aantal vragen binnengekregen waar we graag even bij willen stilstaan. Een daarvan is met hoeveel personen is eigenlijk ideaal om op stap te gaan? Wat is een ideale groep? Een klassieke groep voor beginners om mee onderweg te zijn is minstens 3 personen. En dat heeft te maken dat je met 3 aan een touw op de gletsjer gewoon in veiligere omstandigheden bent dan dat je maar met 2 onderweg bent. De technieken die dat je krijgt aangeleerd op een beginnerstage zijn ook gericht om met 3, 4 of 5 personen een redding te doen uit een gletsjerspleet. Eens dat je op iets moeilijker terrein bent, zou het kunnen, stel dat er een rotsgraat bijvoorbeeld, dan zou het kunnen dat je beter af bent om met 2 onderweg te zijn dan. Of dat je cordée, zoals we dat noemen, opgesplitst wordt in 2 groepjes. En dat je dus ook 2 touwen mee hebt dan. Goed. Er komt een vraag binnen over Mount Coach. Of dat die
leeftijd om te starten, of wat de maximum leeftijd is om te starten, maar ik weet niet of dat een vraag is waar jij een antwoord op hebt, die hoort eigenlijk niet meteen hier thuis. Wel, Ik denk ik weet niet, ik weet niet exact hoe dat is, maar volgens mij is het van 18 tot 25 jaar. Ja, en op de site staat 93, maar dat klopt dus niet meer. Het zal 95 zijn als Ja, geboortejaar. het is 95 nu al. 25 jaar, tot 25 jaar kan je deelnemen. Ja. Iemand anders vraagt van, ik heb net mijn KVB 2 gehaald, heeft 2 jaar indoor klimervaring, ervaring in bergwandelen. Ja, wat is de next step? Is dat een KVB 3 halen of kun je een beginnerscursus volgen? Wat zou je hem aanraden? Je kan perfect een beginnerscursus volgen. Dus lukt dat ondertussen ook nog om aan een KVB3 deel te nemen, dan is dat een meerwaarde, maar dat is voor de meeste stages geen noodzaak. Want dat was ook nog een van de vragen die we vooraf hebben binnengekregen. Van, ja, de stap van KVB3 naar bergbeklimmen, hoe groot is dat? Welke weg is er nog af te leggen? Het grote voordeel bij KVB3 is dat je vertrouwd al bent met heel wat knopen, met een aantal touwmanipulaties, zoals zekeringstechnieken, een principe van bepaalde takels bijvoorbeeld uitvoeren of het in rappel ergens naar beneden komen. Dat zaken zijn die je reeds verworven hebt en reeds aangetoond hebt dat je dat kan. Dus dat helpt je enorm vooruit bij het bergbeklimmen. Maar bij bergbeklimmen komt er wel nog heel wat meer kijken. Hè. Alles rond sneeuw en ijs zit absoluut niet in een klimschool. Laat staan dat er daar rond weerkunde of oriëntatie gesproken wordt. Oké. Okay. En als je wil starten met bergbeklimmen, in welke regio, naar welke regio trek je dan best? Ja, dat is een wat moeilijkere vraag, maar ja, als ik het over Oostenrijk heb, dan denk ik aan vele gebieden die voor beginners interessant zijn. Ik denk dan aan de Grossvenediger, aan het Dachsteingebergte, aan de regio rond de Grossglockner. Oberwalderhütte bijvoorbeeld is een populaire bestemming ook bij heel wat van onze stageleiders om daar iets te organiseren. Silvretta biedt zeker ook mogelijkheden en Stubai ook. Kijken we naar Frankrijk, ja, dan kan je natuurlijk niet om Chamonix heen. Daar is eigenlijk alles mogelijk voor de beginner tot de meest extreme alpinist. Ecrin heeft zeker ook wat te bieden, de Van Oise heeft zeker ook wat te bieden en er zijn nog heel wat andere regio's daar waar er mogelijkheden zijn. In Zwitserland denk ik in de eerste plaats aan een aantal dalen in Wallis. Val d'Aran, het dal van Arolla is dat. En het Saasdal, dat zijn er twee denk ik die het recht voor de beginnende alpinist wel bovenuit steken. Oké. Okay. Ja, iemand die vraagt van als je te oud bent voor de Mount Coach, is er dan een alternatief? Wat raad je dan aan? Een beginnerstage volgen of een... Ja, beginners, alpinisme stopt niet bij je 25 jaar. Hè. Je kan alpinisme, ja, ik denk op bijna alle leeftijden starten. Of alle leeftijden tenminste vanaf 16, 17 jaar zou ik zeggen. Maar ja, beginnerstage is inderdaad de meest logische eerste stap. Ik weet ook dat er nog vragen waren binnengekomen rond leeftijd, wat betreft 45, 50 of 55 plus. Ja, ook als 50-plusser of zo kan je aan bergbeklimmen ook beginnen. Er is niks op tegen om dat te doen. Het is zelfs zo dat er al enkele clubs zijn die dat met 50 plus of 55 plus werkingen opgestart zijn. En ik vermoed dat er in de toekomst nog meer rond zal gebeuren. Oké. Iemand vraagt of dat bergbeklimmen ook tradklimmen inhoudt en of dat je dat kan leren in een gevorderde stage of dat je dat dan eerder op voorhand moet aanleren. Ja, het tradklimmen ligt meer in de lijn van van KVB 4, dus eigenlijk van het rotsklimmen. Dat neemt niet weg dat er wel heel wat technieken zijn die in een gevorderde stage of in een verfijningsstage aan bod kunnen komen en die meer op tred gericht zijn.
voor degenen die die term niet kennen, dat is eigenlijk het gebruik maken van mobiele zekeringsmiddelen zoals klemblokjes en klemapparaten waarmee dat je zelf zekeringspunten in de rotsen aanbrengt. Oké. Wat hadden we nog als vragen? Als je de Mount Blanc of de Elbrus wil beklimmen, met welke opleiding moet je dan starten als dat jouw doel is? Ja, de eerste vraag die je moet stellen is, wil je die zelfstandig klimmen? Dan raad ik aan dat je eigenlijk heel de weg volgt zoals ik die hier besproken heb. Nu denk ik, je hoeft niet een verfijningsstage gedaan te hebben om die beide bergen gedaan te hebben. Dat klopt zeker. Maar uw beginnerservaring en toch wel net iets meer, is wel interessant om verworven te hebben voordat je zelfstandig aan een van beide bergen start. Een andere keuze die je zou kunnen maken is zorgen dat je fit bent. En dat je er klaar voor bent om je professioneel begeleid naar een van beide toppen te laten voeren. Oké. Dan is er iemand die een paar jaar ervaring heeft al met rotsklimmen, ijsklimmen, wandelen en zo in het buitenland, maar geen cursussen heeft gevolgd en die zich afvraagt of het nu het beste is om dan een cursus te gaan volgen. Ik denk dat dat zeker interessant is. Je zal met dat soort ervaring van rotsklimmen en ijsklimmen enzovoort zeker al vooruit geholpen zijn. Qua klimvaardigheid en klimtechnisch zal het jou heel goed afgaan. Maar er komen toch nog wel wat andere omstandigheden bij kijken die waarschijnlijk in eerdere opleidingen of in eerdere ervaringen die dat je gehad hebt met vrienden niet aan bod zijn gekomen. Ik denk dan aan risicomanagement, aan tochtvoorbereiding, aan weerkunde, aan oriëntatie, aan hoe je omgaat met situaties die je zich aandienen of met een bergongeval. Dat zijn allemaal vaardigheden die in een stage aan bod komen, maar allicht nog niet in een eerdere ervaring zaten. En zie ik het goed dat je die kennis voor een groot stuk ook kan verwerven via de workshops die we organiseren? Zaken zoals weerkunde, risicomanagement, denk ik, zitten daar wel in. Dat is een heel goede voorbereiding daarop. Workshops volgen of andere lessen volgen. Maar het komt er toch vooral op neer ook van dat te kunnen toepassen in het terrein zelf. Oké. Bart, indoor klimmen, is dat een voorbereiding op bergbeklimmen? Heeft dat het ene iets met het andere te maken? Het heeft niet zoveel met elkaar te maken. Vroeger, dan spreek ik over 25, 30 jaar geleden, werd dat nog heel vaak gepresenteerd als een opstapje naar het latere bergbeklimmen. Indoor klimmen en sportklimmen zijn volwaardige disciplines die ergens een beetje losstaan van het bergbeklimmen. Maar wil dat daarom zeggen dat je daar niks aan hebt van indoor te klimmen voor het bergbeklimmen? Dat is ook niet waar natuurlijk. Als jij vertrouwd bent met indoor klimmen, dan ben jij ook al vertrouwd met een aantal basisknopen leggen? Ben je ook al vertrouwd met bepaalde methodes van zekeren? Ben je ook al vertrouwd met klimbewegingen uitvoeren en met aspecten zoals vormspanning bijvoorbeeld, die u ook bij het bergbeklimmen kunnen helpen? Oké. Er komt op de chat nog een vraag binnen of dat die risicomanagement, of dat te volgen is, los te volgen is als je al veel bergsportervaring hebt. Ja, er is een workshop risicomanagement. Ik weet niet van buiten wanneer. Ik denk ergens in mei of juni ingericht. Dat staat op de website, denk ik. Hè? Dat staat op de website, op ja. Op de KBF-website is dat terug te vinden. Ja. Dus dat kan je zeker zo volgen. Kan je op vraag een ervaringsstage door ons laten organiseren als je al met een viertal personen bent? Bijvoorbeeld de spaghetti tour. Dat is in principe mogelijk, maar daarvoor kan je best een club contacteren of een stageleider contacteren en dan bekijken hoe zij dat kunnen opnemen als een clubactiviteit. En als dat op die manier niet kan, dan is er nog altijd de mogelijkheid van een bergiets te contacteren daarvoor. Ja. Maar KBF zelf eigenlijk organiseert dit soort stages niet, hè? Nee, dat is
niet iets waar wij als federatie zelf werk van maken. Nee, maar via de clubs moet het, is dat zeker een vraag die gesteld kan worden. Ja, absoluut. Als je vooral geïnteresseerd bent in bergwandelen, maar dan denk ik het wat meer intensieve bergwandelen, met af en toe het oversteken van een pas of een gletsjer. Welke opleiding volg je dan best? Is dat dan toch een bergwandelopleiding? Of ben je dan beter af bij bergbeklimmen? Ja, vanaf dat je in terrein van het alpinisme begeeft, van het bergbeklimmen begeeft, dan hoor je eigenlijk een opleiding bergbeklimmen gevolgd hebben en daar ook het nodige materiaal voor te voorzien om je op dat terrein te begeven. Dat zit niet of maar beperkt in bergwandelopleidingen. En dan misschien als laatste vraag, wat is er solo allemaal te doen? Wel, in principe moet ik daar zeggen, bergbeklimmen is iets dat je solo niet doet. Er zijn er hier en daar die zich daar wel eens aan wagen, maar dat is al zeker niet iets voor de beginnende alpinist, zelfs niet voor de gevorderde volgens mij. Het solo klimmen in de bergen is niet de bedoeling. Oké, bedankt Bart. Ik denk dat we bij deze het webinar hier kunnen afsluiten. Bedankt voor jouw uiteenzetting. Bedankt aan alle deelnemers om hier aanwezig te zijn. Bedankt voor jullie vragen. Even de laatste vragen die gesteld werden. Is dit nog te bekijken? Ja, dat is te bekijken. We hebben een YouTube-kanaal waar we alle webinars verzamelen en waar je die dus ook naderhand nog kan raadplegen. De link trouwens naar de YouTube-opname wordt nog verspreid morgen of in de loop van deze week. Krijg je die in je mailbox. Dus dankjewel en kijk zeker ook eens naar het aanbod dat we nog in petto hebben voor jullie. Ongetwijfeld zitten daar nog interessante dingen tussen. Dankjewel en goeie avond.